Hé hey jongens, je hebt moederdag, je hebt vaderdag, heb je eigenlijk ook kinderdag? Ik zou eigenlijk best wel graag kinderdag willen hebben. Dan hebben wij ook een speciale dag voor ons. Maar zover is het niet. Nee, het is vaderdag binnenkort. En we hebben al zoveel knutsels gemaakt, hè? Vooral smakelijke knutsels. In ieder geval voor mijn vader, want die houdt wel van lekker eten. Maar eigenlijk nog helemaal geen knutsel voor vaderdag waar je dat eten dan zo mooi op kan presenteren. Laten we dat nou vandaag gaan maken. En je hebt er echt maar heel weinig spulletjes voor nodig. Namelijk een dino, een lichtgewicht bordje, een schaar en de bison gluten. Ja, het is de bedoeling dat we dit bordje tussen de dino kunnen krijgen. Dus we gaan zijn hoofd eraf knippen. Dat hoor je goed, ja. Zijn hoofd er helemaal af. Hop, 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 hop. Dus doe dat niet bij je lieveling dino van je broertje. Want die is dan niet zo blij. Maar we gaan het hoofd er ook weer opplakken. Op het bordje. Dus we moeten even kijken wat nou een goede positie is. Dat het bordje blijft liggen en dat het allemaal in balans is. Dus ik denk ongeveer hier. Knip je zo zijn hoofd eraf. Uh-oh. Dit is zijn hoofd. Dit is het bord. Dat komt hier zo meteen op. Dan doe je wat lijm op de dino die je net afgeknipt. Pas op, erg warm natuurlijk. Het bord erop. Kijken. Kijk, zijn lijfje die zit al aan de onderkant van het bord. Zijn hoofd die had ik eraf geknipt. Ja, die ga ik er even op plakken. Wel op dezelfde plek. Maar ja, weet je, als je het gewoon gezellig vindt dat die andere kant op kijkt, nu kan het. Dan draai je hem gewoon om. Deze. Ik ga aan deze zijde kijken. Ja, en dan moet je gewoon heel even wachten. Totdat de lijm echt goed afgekoeld is. En dan zit hij vast. Nou, onze gevaarlijke knutsel die is af. Want dit ga jij aan je vader geven voor Vaderdag. Want hoe leuk is dit? Kan je lekker zo'n ontbijtje opleggen. En weet je, heb je nou een supergezonde vader die lekker aan het sporten is. En die denkt, nou weet je, ontbijtje met een rijstwafel, dat vind ik wel wat. Kijk, kan je het zo erop leggen en presenteren. En heb je zo'n vader die eigenlijk helemaal niet zo van gezond eten houdt. En eigenlijk meer van de koekjes is, zoals mijn vader. Die eigenlijk vooral alleen maar koekjes eet. Dan kan je die ook gewoon zo hier zo opleggen. Zo. Weet je, hoe gezellig is dat als ontbijtje? Nou, ik hoop dat je zelf ook dan een ontbijtje krijgt een keertje op kinderdag. Ja, ik vond het een leuke knutsel. Ik hoop jullie ook. Heel veel liefs en tot de volgende!